Ik hoop dat hij over een week of twee toch mooi op de hand komt zitten. Want nu gaan we toch even met geweld tegenaan. Want lieve koekjes, dat helpt schijnbaar niet bij hem. Dus dan moet je even met geweld proberen hem op die hand te houden. Attila de zeearend lijkt wel een eigenwijze puber. Vliegen wil hij niet. Hij wil niet op de hand zitten. Hij wil niet eens eten. Valkenier Frans Lenders heeft er echter alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Met de vogel die in april geboren is in roofvogelpark Falcon Crest in Eindhoven. Hij is net zo eigenwijs als ik, denk ik. Maar dat moet ook wel. Hoe eigenwijzer, hoe beter. Als je dadelijk in me getraind is, dan heb je een goed karakter. Dat wil zeggen, dan kan er veel beter mee werken. Dan kan er 100% op vertrouwen. We zijn met deze al een maand proberen om te laten komen. Dus dat betekent dat hij heel eigenwijs is. Hè, dat hij een eigen zin heeft. En ik denk dat we nog wel een maand of anderhalf, twee bezig zijn met hem om hem zwaai te krijgen. Dat we in de demonstratie kunnen gebruiken eigenlijk. Dan zal Altena moeten luisteren.